Ik zal er zijn.
Zondag 5 april 2020. Een bijzondere dag. In onze kerkelijke kalender staat die gemarkeerd als Palmzondag. Vanuit Harlingen, ons mooie korps in Friesland, komen we graag bij u. Om samen die intocht van Jezus opnieuw te beleven. Het is zondag. De eerste dag van een nieuwe week. En juist op die dag nam Jezus het besluit om Jeruzalem binnen te komen. We lezen in het evangelie van Marcus in het 11e hoofdstuk van deze gebeurtenis. Veel mensen waren er getuigen van. Gejuich barstte los. Geestdriftig klonk het Hosanna-geroep. De grote dag was aangebroken. Zo was de opinie. Er zou een nieuwe koning zijn. Een koning die niet uit was op alle privileges die hem toebedacht waren, maar een koning die kwam om mensen te dienen. Een koning niet hoog in een ivoren toren gezeten, maar een koning die onder de mensen wilde zijn. Ik maak me een voorstelling van deze dag. En ik bedenk me, er is geen enkele aanwijzing waar wij momenteel ons aan hebben te houden. Houd fysiek afstand van elkaar. Minimaal 1,5 meter, als je leven je lief is. Natuurlijk is dit een regel die op ons gezond verstand appelleert. En de boodschap van de regering is duidelijk overgekomen. Maar op die dag in Jeruzalem drongen mensen dicht op elkaar aan, om toch vooral niets te moeten missen. Luidkeels klonk het geluid, het gejuich, gezegend hij die komt, Hosanna. Ja, hij was een koning, maar geen vechtjas die de overheersende Romeinen wel even zou verslaan. Hij kwam van Gods wegen als de vredevorst. En zo mag ik vandaag tegen u zeggen, God is niet ver af, maar hij is dicht bij ons. Onze God is een mensengod, binnen ons eigen bereik. Zo ontdek je ook binnen je eigen mogelijkheden manieren om bij elkaar te horen, betrokken op elkaar te zijn. Een telefoontje is zomaar gedaan. In je gebed de naam van de ander noemen, zegent ook jezelf. Nu, op die eerste dag van de week, volgen er andere dagen. Een week die wij de zogenaamde goede ofwel stille week noemen. Uiteindelijk is het dan opnieuw Goede Vrijdag. De dag dat de zon wordt verduisterd. Het gejuich is verstomd en het licht wordt gedoofd. Tot slot mag ik u ook de zegen meegeven. Heel persoonlijk, zegen mij, God. Leg uw hand onder mijn hoofd en laat me rusten in uw handen. Laat mij kracht vinden in uw helende liefde. En mogen de glans van uw gelaat bij dag en nacht over me lichten. Voor nu en voor altijd. Amen. En wat wordt begeerd door
Thank you.